empathie is je op een bepaalde manier verbonden voelen. Dat je je gezien kan voelen en de ander ziet. Empathie is noodzakelijk voor vertrouwen. Empathie is noodzakelijk voor goed begrijpen. Je denkt in de gevoelens van anderen. Kijk eens naar dit kunstwerk. Ik zie een meisje op een mooie zomeravond in een bos met beuken. Deze oude bomen hebben mos op hun wortels. Maar kijk eens naar de voeten van het meisje. Wat zie je? Het lijkt wel alsof haar voeten ook met mos overgroeid zijn. Het meisje leest zich in de bomen. Ze kijkt vanuit hun perspectief en neemt de tijd. Zelfs zo dat het mos de kans krijgt om te groeien. In tegenstelling tot een wandelaar die snel langs de bomen zou lopen. Hoe lopen jullie langs de mensen om jullie heen? Naar mijn mening is dit kunstwerk een aanklacht op het missen van empathie in de huidige samenleving. Het verdriet van de kwetsbare vrouw wordt namelijk duidelijk overgebracht op de toeschouwer, waardoor de passiviteit van de andere afgebeelde figuren juist opvalt. Misschien wilde de kunstenaar de toeschouwer aansporen om vaker om te kijken naar de medemens.
Thank you.